Hallo iedereen, welkom bij Belangmisdag. Shit, nu weet ik het niet meer. 15. Hallo iedereen, welkom bij Belangmisdag 17. Oké, poging 3. Welkom bij Belangmisdag 16. En dit is wel de juiste dag. We gaan een nieuw concept beginnen op ons YouTube-kanaal en dat is Cocktail Hour Talks met Talisa en... Niels. Dus wat gaan we doen? We gaan dit één keer in de maand doen. We gaan eerst beginnen met een cocktail te maken. Vandaag gaan we Moscow Mules maken, onze favoriete cocktail persoonlijk. Dus we dachten, daar gaan we wel mee starten, want dat is echt wel onze cocktail. Hè? Dat drinken we heel graag. Niels kan ook heel goed maken. Dus dat gaan we vandaag doen. We gaan eerst laten zien hoe we dat gaan doen. En daarna gaan we met een snackje en onze cocktails al jullie vragen beantwoorden of problemen die jullie aan ons hebben gevraagd. En dan gaan we onze kijk en visie daarop zeggen. Dus het is een beetje een Q&A mix met drank en eten. Drank, eten en problemen oplossen. Welkom! Zijn we klaar? Want wat hebben we allemaal nodig? Twee bekers. Deze hebben we van... Geen idee eigenlijk. Niels heeft die gekregen voor zijn verjaardag. Maar ik gok dat die van de Freetime waren. Dat ze zei. Ah, vandaar. Dus ja. Dat zijn echt Moscow Mule bekers of cocktailbekers. Superleuk. Dan hebben we twee rietjes, ook van hun. Dus ik gok ook van de Freetime. Dan hebben we ginger ale nodig. Of gemberbier of ginger beer. Dat is allemaal ongeveer hetzelfde. We hebben nu deze gekozen. Die zijn iets zoeter. Dan hebben we takjes munt nodig. Niet veel, klein beetje. Een limoen. We hebben ijsblokjes nodig en natuurlijk vodka en een kurkentrekker. Gaan we samenwerken of gaan we eigenlijk onze eigen dingen maken? Ah ja, dat is ook een goed idee. We gaan eigenlijk onze eigen maken. Ja. Top idee, nee? Oké. Dus, met wat beginnen we? Ik begin altijd met het ijs. Ijs, oké. Nou, dat is even. Moet dat niet helemaal vol zijn? Nee, ik doe altijd half. Oké. Zo, genoeg. Ja. Dan doe ik dit erin, omdat wij geen maatbekertje hebben. Ja, we hebben geen maatbeker. Je kunt wel een maatbeker gebruiken als je wilt en de instructies online volgen ofzo. Maar wij kappen dat er gewoon in. Hè? Kappen er gewoon op gevoel. Ja. Vodka, en, ja, want gemberbier mag het hele... Trager gieten, hè. Amai, ik zie het. Ja. Het hele flesje mag erin, toch? Ja, een traag gieten, hè. Ik heb niet veel geduld, dan. Voilà. Maar je zal wel. Oké, what's next? Dan de limoen. Limoen, en hoeveel? Eigenlijk één uitpersen en dan een... Een hele? Ja, en dan een schijfje zo schuin op. Oei, maar dan hebben we niet genoeg limoenen. Eigenlijk een hele limoen uitpassen. Ja, als je er één sneetje uithaalt, is dat niet zo erg, hè. Ah, oké. Oké, die is al voor u. Ik zal er een sneetje uithalen. Dus dat sneetje is echt gewoon decoratie. Dat moet je erin leggen, hoor. Oei, dat is wel zielig. Nu heb ik dat zo gedaan. Ik zal dat wel doen met die en de andere. Ah, oké. Dus wat doe ik nu? Jij neemt uw halve en uw mooie Stukste. Sneetje hier. En dan mocht je ook bij uitpersen. Oké. Hebben we geen perser? Dat perst zo moeilijk. You need to squeeze. Ja, dat probeer ik, maar... It's hard. Ik krijg dat niet. Dat is toch hard? Maar volgens mij is de helft van die limoen gewoon aan mijn handen. En nu die andere helft nog, maar eerst die paardjes eruit snijden. Ja. En hoe moet ik dat doen? Ja, zo. Nee.
Nee? Oké. Heel schade toe. Wat een goed mes. Ja, dat is geen topmes, hè. Ja, dan maak je daar zo in, tot in het midden een slipje in. Oké. Okay. Maar we moeten nog niet versieren. Aan de andere kant van de handvat. Okay. Nee, dat is all about versieren, hè. Dat is het eerste wat hem doet. Zo? Ja, nu mag je eigenlijk die of beetje andere van jullie moeder er nog in. En de munt. En dan giet ik altijd dat ik nog ja, een tweetal centimeter van die beker af. Okay. Omdat we geen maatbekertje hebben, hè. Ja, doe jij die grote maar, want je hebt minder gehad dan ik, denk ik. Ja? Met je per se, ja. Amai. It's a hard knock life. For us. It's a hard knock life. Lekker, hè? Lekker. Dan, Wodka. Maar is dat niet... We hebben toch een maatbeker? Hebben we een maatbeker? Een maatbeker, ja. Hoeveel moet daarin, denk je? Oh, god. Nee, zo geen. Ik bedoel een drankcup. Snap je? Ah, nee, oké. Zo'n ijzer. Deze mag erin. Oké, mooi. En dan de vodka en mengen. Ja, maar daar, dan wil ik deze er nog niet in. Hè. Ik wil deze versieren. Ah. Vodka op gevoel. Oké, oké. Wat voel jij zelf nu? Nee, doe maar. Dan ben je goed bezig. Oké. Okay. En dan roeren. Ja. Deze roeren dus. Voilà. Munttakje erop. Ja, nog voor meer ijs. Maar dat maakt wel goed vol zitten, hè? Ja, dat dacht ik ook altijd als we dan de zon maakten. Een taxke! Voilà, ze mijn taxke. Mijn taxke gaat altijd naar onder. Oké, thanks. Ik ben heel benieuwd, hè. Dit is onze Moscow Mule. We hebben onze cocktails gemaakt en nu gaan we jullie vragen beantwoorden. Maar eerst gaan we proeven, hè. Ik ben benieuwd. Spannend, hè. Dat is altijd zo leuk, die beker. Die bevriest zo helemaal, hè. Mm-hmm. Dat is altijd zo leuk. Ik ga wel een thee. Voilà. Je ziet het bijna niet. Nee. Oké, okay, ik ga proeven. Schalletjes. Zie je het? Oh, de M. De M van mijn gastpost. Ah, schalletjes. Ik vind mijn lekker. Koken eigenlijk. Ja? Ja, goed. Dus als je niet tegen eetgeluiden kunt, moet je misschien niet naar deze video kijken. Maar als je er niet tegen kunt, dat ik half met mijn mond vol ga praten. Ik ga ook niet naar deze video kijken. En we gaan beginnen met de eerste vraag. Dat is jullie ultieme relatietip. Ik denk persoonlijk dat onze ultieme relatietip communicatie is. Langs mijn kant toch. Ik vind dat heel belangrijk. Dat als er iets op Talisa haar maag ligt. Om lever. Zo te zeggen. Oei, ja, dat is dat niet. Ah ja, op je lever ligt. Ja. Op haar maag ligt. Dan heb je iets verkeerd gegeten. Hè? Te veel chips of zo. Hè? Op mijn dus als er iets op Talisa haar lever ligt, te veel dan moet ze het vertellen. Gewoon zeggen en dan kan ik daarop inspelen of dingen aanpassen dat ik niet goed zou doen of kan beter doen. Ja, ik denk dat dat voor ons allebei wel onze grootste tip is. Communicatie. Communiceren. Dat is echt wel heel belangrijk in een relatie. Want ook soms begrijp je iets verkeerd. Of als je eens iets via sms stuurt of zo. Wij sms'en wel. Ik wou zeggen, wij sms'en niet. Maar jawel, als Niels op zijn werk is of ik op mijn werk, dan sms'en we soms wel eens. Ik hoop dat er niemand van mijn werk ziet, want ik maak dus niet sms'en op het werk. Nee. Nee. Geen sms'ke. Smiddags. Onder de pauze. Ah, oké. Okay. Dat doet je toch? Mm-hmm. Ah, voilà. Dus dat mag toch? Soms kan er dus zo wel als iets verkeerd begrepen worden. Of als je eens een discussie of zo hebt, dat we wel echt zo allebei onze point of views proberen uit te leggen. En echt proberen te luisteren naar elkaar
een echte ook wel mee aan de slag gaan of zo, denk ik. Ik vind dat gewoon echt heel belangrijk, praten. Ja, als er iets is inderdaad, maar ook gewoon, hoe was uw dag? Wat heb je vandaag gedaan? Ja, communiceren over alles. Al, ja, gewoon de, echt alles. Dat moet je echt doen in een relatie. Dat is denk ik echt wel onze grootste tip. Klopt, ja. Hoe kijken jullie terug op afgelopen jaar? 2020. Wat een jaar. Het was een raar jaar. Zeker. Een heel gek en heel raar jaar. We hadden het ons wel wat anders voorgesteld. Ons eerste jaar samen. Je denkt, oh, fijn op vakantie gaan. Ja, maar ergens had ik het toch niet anders gewild, denk ik. Nee, ik ook niet. Raar, hè? Want je kunt het wel zeggen, het was een kutjaar, hè, zoals alle mensen wel zeggen. Maar eigenlijk voor ons, het was 50% een kutjaar, maar die andere 50% was eigenlijk een perfect jaar voor ons. Hè, want wij zijn op zo'n korte periode wel heel goed samen geworden en vertrouwd. Ja, dus voor onze relatie was die lockdown eigenlijk heel goed en dat was ook direct een goede test, hè? Ja, dat was echt wel een test voor ons. We zijn dan in maart, toen de lockdown begon, direct samen gehokt op één appartement. En we hebben daar toch tot midden mei samen gezeten. Ja. Wat voor ons heel nieuw was, want toen waren wij 4 maanden samen, ja, zoiets. Ik denk nog geen 3 maanden. Ja. Dus voor ons was dat wel zo even, even spannend. En dat is ons zo goed meegevallen dat we eigenlijk ook na de lockdown gewoon niet meer apart wilden wonen. Omdat dat voor ons heel raar was om terug elk apart te gaan. Oké, je ziet elkaar wel, je blijft wel bij elkaar slapen zoveel keren per week. Jij miste mij. Jij mij niet? Ja, en dan zijn we samen gaan wonen dit jaar, wat ook wel heel leuk was. Want we zijn heel gelukkig en blij in ons huis. Dus voor ons was het 2020 gewoon een heel dubbel jaar. Want we hebben natuurlijk veel dingen die we samen zouden willen doen in ons eerste jaar niet kunnen doen. We hadden vakanties gepland naar Ibiza en Amerika, dat is niet doorgegaan. Maar ja, uiteindelijk hebben we elkaar echt heel goed leren kennen. En zijn we echt heel close geworden, dat zeggen we ook vaak. We zijn echt wel niet alleen liefjes, maar ook echt wel beste vrienden. We hebben echt heel veel plezier samen, wat ook heel belangrijk is. Echte matjes, volwassen. Maar langs de andere kant was het dan ook weer stom dat we veel mensen niet hebben kunnen zien. Dat we onze families niet hebben kunnen zien en zo. Alleen minder hebben kunnen zien. Dus het heeft gewoon twee kanten voor ons. Maar ik denk al bij al dat ik heel positief naar 2020 kijk. Het wordt sowieso een onvergetelijk jaar. Hè. Zullen we altijd weten dat we samen zijn, hier zijn komen wonen in 2020. Ja, inderdaad. Gek. Maar al bij al, ja, gek om te zeggen, maar een positief jaar. Tips om een relatie op een leuke manier in stand te houden. Ja, we moeten dat uitleggen. Genoeg ruimte hebben op je dingen dat je zelf wilt doen. Bijvoorbeeld, ik game wel eens graag. Thalissa laat me dat ook doen, zonder geklaag of gezaag. Thalissa kijkt heel graag vlogs. Dat laat ik haar ook doen. Dus dat zijn onze momenten apart. En dat doen wij dan ook. Maar als wij dan samen zijn, dan zijn we ook effectief samen. Je moet gewoon ook tijd nemen om samen dingen te doen. Een spel spelen, samen iets drinken hier, hapjes, samen een film kijken, wandelen. Ik denk wel dat je altijd wel leuke dingen kunt doen, ook al zitten we nu nog in een lockdown. Je kunt echt wel leuke dingen doen in je relatie. Wij doen bijvoorbeeld eens 1 keer per maand geen tv 's avonds. En dan pakken we een wijntje, wat hapjes en dan praten we heel de avond. Wat echt wel super leuk is, we spelen spelletjes vaak. We gaan wandelen. Er zijn altijd wel dingen om te doen. Je kunt een date night at home doen, dat hebben we ook al gedaan. Dat we ons echt allebei klaarmaken, opmaken. Eten afhalen. En dan eten afhalen, zo leuk aan tafel, helemaal opgemaakt. Restaurant dus in eigen huis. Ja, dat zijn allemaal wel dingen, denk ik, om je relatie
goed te houden en ja, om de sleur een beetje achterwege te laten, zeker in een lockdown waar je 24 uur op 7 samen zit. Wij werken ook nog allebei deze lockdown, de tweede lockdown, dus daar is ook wel, ja, zijn we ook wel dankbaar voor dat we dat nog kunnen natuurlijk, want veel mensen hebben het helemaal anders en hebben het wel veel moeilijker. Dus als je 24/7 op elkaars kap zit en je wilt je relatie leuk houden, organiseer dingen. Je kunt ook zeggen van kijk, we koken eens samen. Trek een flesje open, flesje wijn. Ik altijd met mijn wijn. Maar dat is een leuke manier. En kook samen of zo. Zeg, we maken dit recept. Dat is ook iets leuk. Dus ik zou zo'n dingen zeker doen. Of compromis laten. Ik veronderstel ook dat er mensen zijn die dat niet graag samen doen. Ja, niet iedereen wil graag samen koken of zoiets. Er zijn ook mensen die dat liever hebben van ga weg uit mijn keuken, want je verpest mijn eten. Snap je? Dus ja, het ja, moet niet altijd zoiets zijn. Maar... Inderdaad, je kunt ook zeggen bijvoorbeeld van vandaag, deze avond koken we samen fijn, want dat wil ik wel eens heel graag doen. Ja, en de volgende dag bijvoorbeeld dat Niels zegt, we doen gameavond en we sluiten de PlayStation hier en we spelen, wat is dat, Crash Bandicoot of genoemd? Je hebt toch eens meespeeld? Ja, voilà, zoiets. Maar zorg er dan wel voor dat ze kan winnen. Zorg dat je vriendin kan winnen. Als er mannen kijken, dat ze niet kan winnen, dan ja... Dan blijft die relatie ook niet op een leuke manier in stand. Echt wel, hè? Je zegt dat ik vals speel. Ja, ik speel maar niet. Mijn bordspelletje speelt je altijd vals. Dat was trouwens een mopje. Hoe overleef ik de feestdagen als single? Maar ja, het is ook weer corona, dus dat is ook nog eens anders. Want als maar ja, mocht je als single niet bij je ouders gaan? Ja, bij single denk ik, mogen twee personen zien. Maar ik weet niet of dat op dezelfde moment mag. Als dat mag, dan zou ik zeggen, ja, nodig twee mensen uit. Maar dan moet je ook al geluk hebben dat die mensen dat willen en kunnen en niet eventueel bij hun ouders of zo gaan. Of... Ik zou mezelf uitnodigen. Ja, wat zou je dan zeggen? Ja, een beetje zeggen van ja... Ik ben alleen. Ja. En ik kom bij u. Ja. Dat is een optie, je kunt jezelf ergens uitnodigen. Mijn beste vriend zou ik altijd terecht kunnen, denk ik. Ja, maar ja, dan is de vraag, mag je dat, hè? Stel, dat is een gezin met zoveel personen. Dat is allemaal moeilijk, maar ik veronderstel dat je als single de feestdagen alleen viert, aangezien je dit zo vraagt, van hoe overleef ik dat? Dan zou ik gewoon dingen doen die dat je zelf heel fijn vindt. Ik zou zeker niet een gewone avond ervan maken en niks doen en in je bed liggen of wenen of zo'n dingen. Ik zou echt... Als ik nu single was en ik zat in deze quarantaine en ik kon niet naar mijn mama en papa of zo, of er kon niemand komen, zou ik mij een glas wijn uitschenken. Daar ben ik weer met mijn wijn. Zou ik hapjes halen in de winkel en zou ik iets maken, iets koken voor mezelf wat wel feestelijk is. Zou ik een kerstfilm of zo opzetten. Fijn de zetel in kruipen. Ik zou dat wel nog leuk vinden, maar ik ben iemand die wel goed alleen kan zijn. Maar ja. Of u gewoon niet te hard vasthouden aan die feestdagen. Misschien zet je er te hard op gefocust en denk je dan met de feestdagen moet ik gaan vieren. Ja, ja. Of mag ik niet alleen zijn op de feestdagen, want dat is zielig, zo gezegd. Ja. Nou, dat is inderdaad, dat moet je misschien ook niet doen. Als je zegt, ik wil niet vieren voor mijn eentje en op mijn eentje, dan zou ik inderdaad niet denken dat het een feestdag is of zo. Tja, ja, ik weet niet. Ik heb, dat is misschien niet echt een feestdag, maar gelijk nieuwjaar bijvoorbeeld. Ja. Toen ik nog alleen was, heb ik echt dus serieus getwijfeld van, zou ik dat effectief wel gaan vieren? Waarom kijk ik niet gewoon hier thuis een goede film, dat ik al lang wil zien en... Inderdaad, nu wijn, maar ik drink dan een pintje of zo. Zou ik dan hier een pintje drinken, een zakje chips opdoen en mijn eigen hier. Ja, dat ik kan mij wel goed zo amuseren alleen. Ja, en ik denk dat je dat, ja, als je alleen bent bij de feestdag, toch moet proberen.
En ik zou er echt wel het beste van proberen te maken. Sowieso. Probeer er het beste van te maken. Maak het echt leuk voor jezelf. Doe de kerstboom aan. Neem lekker een badje s'avonds. Zet een film op als je een bad kunt. Als je geen bad hebt, dan... Een film in bad kijken. Ja, voilà. En als je geen bad hebt, neem een douche. Begin dan fijn aan het eten. Zet wat muziek op. En ja, denk en bellen zo'n vriendin of zo. Ja, of bellen zo'n ouders. Of ja. Inderdaad, het is voor iedereen dit jaar sowieso anders. Maar ik denk niet dat een liefhebben of geen liefhebben het verschil mag maken. Nee, want ik veronderstel ook als je nu in een vriendenkring zit waar je de enige single bent. Ja, dan weet je het ondertussen al wel, hè. Allee, als je dat al een tweetal jaar of zo, dan weet je dat. Dat je de feestdagen niet met je partner kunt doorbrengen, dan doe je andere dingen, hè. Dan doe je dat met je ouders of met je grootouders of met je familie. Maar ja, nu in corona gaat dat niet met je familie. Ja, maar ik veronderstel, iedereen heeft maar twee ouders, hè. Ja, of is het ook een burgergezin? Maar als die, ik weet niet hoe dat allemaal zit, als die een gezin hebben nog, of er wonen nog zussen of zo thuis, mogen daar dan naartoe? Ik denk dat wel. Ja, normaal mogen per gezin één knuffelcontact. Dus dat zou wel een optie zijn dan. Het kan niet dat mensen die daar helemaal alleen zijn, effectief alleen zijn. Hè. Die moeten iemand mogen zien. Tenzij je niemand hebt, hè. Het kan, hè. Er zijn genoeg mensen die niemand hebben om naartoe te gaan. Of mensen die onder een twee willen vieren en waar dat die single persoon niet terecht kan. Dat kan sowieso. Maar one way or another, maak er gewoon het beste van, zou ik zeggen. Waar je jezelf goed bij voelt. En misschien ben je volgend jaar niet meer single. Dus geniet er nog van dat je fijn alleen bent. En dat je alleen aan je eigen moet denken. En niet moet denken van... Oh, ik moet ook denken wat dat hij wil of zij wil. Maar gewoon eens aan je eigen denken. Dat is het voordeel van alleen zijn. Je kunt doen wat je zelf wilt. Dat is waar. En wanneer je zelf wilt. Dus... Ja, inderdaad. Misschien nog lang zo slecht niet. Ja, dat is. De meest gestelde vraag, en ik voelde hem ook wel aankomen. Willen jullie kindjes? Zo ja, hoeveel dan? En velen vroegen ook, willen jullie kindjes? Wanneer? En wanneer gaan jullie aan kindjes beginnen? En wanneer komen die Mini, Thalisa's en Niels? En... Oh, dat was echt de meest gestelde vraag. Ja, we willen kindjes. En hoeveel? Sowieso al beginnen met één. Ja, ik heb zoiets van, we beginnen met één. We hebben wel kans op een tweeling. Ja, dat zit bij Niels en de familie. Dat zeggen ze toch, hè? Twee weet hebben we er direct twee. Een generatie overslaan. Ja, maar daar heeft uw papa al overgeslagen. Nee, want de papa van mijn papa is een tweeling. Mijn opa is een tweeling. Dus de generatie overslaan wil zeggen niet mijn papa, maar ik. Snap je? Ja, maar jij bent geen tweeling. Dat heeft uw papa overgeslagen, dus zou jij een tweeling moeten zijn? De kinderen van de tweede generatie, hè? Van de generatie die overslaat, daar de kinderen van. Snap je? Dus dat slaat twee generaties over dan altijd. Want dat heeft de generatie van het papa overgeslagen en uw generatie overgeslagen. En uw kinderen zijn nog eens een nieuwe generatie, hè? Als er telkens één generatie tussen zit, dan moest jij een tweeling zijn. Tot denk ik toch. Ja, vrij. Ja, of de kinderen van de generatie. De eerste generatie is mijn pa en ik ben die zijn kind. Dus geen zei... tweeling. Jawel, maar dan, ik ben tweede generatie, mijn kinderen, misschien tweeling. Maar stel nu, als wij een jongetje krijgen ooit, dan zit je bij de mangelschot met vier generaties. Want je hebt je opa, je papa, jij en een jongetje. Dus dat zijn vier generaties. Als je zegt één overslaan, snap je? Dus we hebben gewoon kans op een tweeling van die generaties, het zit dus gewoon bij Niels en de familie. Voilà. Dat er wel vaker tweelingen zijn, hè? Zeker aan de mannenkant. Dus dat kan. Maar ja, we willen zeker wel graag kindjes. Wanneer? Het universum zal het ons wel zeggen. Wij willen daar niet te veel op focussen. Wij willen een babytje uit liefde. Als het er komt, komt het er en dan zijn we heel blij.
Alleen, zijn we blij? Ik toch? Nou, ja. Als het lang duurt, is het ook zo? Is het voor volgend jaar? Is het voor het jaar erna? Ja, wij hebben altijd gezegd dat we ons niet te hard willen focussen op nu is het het moment, nu moet het gebeuren, want ja. Nu hebben we het meeste kans. En ja. Het zal wel ergens in je achterhoofd spelen dan waarschijnlijk, maar ik weet er dan waarschijnlijk niks van. Of toch niet veel. Dat het dan die moment ik is. Ben echt, ik ben niet zo de persoon die zo denkt van, oh, nu wil ik een kind, ik wil wel graag een kind. En we zijn er allebei klaar voor en dan zien we wel. Als we binnen 3 maanden zeggen, we willen ervoor gaan, zeggen we binnen 1 jaar, we willen ervoor gaan, zeggen we morgen, we willen ervoor gaan, dan doen we dat, maar gewoon, ik wil gewoon dat ons kind verwekt wordt uit liefde en niet zo, alleen, dat is altijd wel uit liefde, maar ik wil niet zo denken later van, hoe is mijn kind verwekt geweest? Ah ja, dan, op dat tijdstip, want toen zei ik tegen Niels, ik ovuleer nu, we moeten dat nu doen. En ik moet met mijn benen omhoog gaan liggen en ik moet deze trucjes doen om dat sperma op te houden of weet ik veel wat allemaal. Dat wil ik niet, zeker niet in het begin. Ik wil gewoon seks hebben zoals we nu seks hebben. Liefdevol, fijn, genieten van elkaar. En dat vind ik gewoon belangrijk en als het er komt, dan komt het er niet of duurt het heel lang, dan zullen we de zien en dan zullen we de trucjes inderdaad misschien wel moeten of verder, dat weten we allemaal niet, daar zijn we nu ook nog niet helemaal niet mee bezig, maar ja, wanneer, dat weten we zelf niet hè, we zullen wel zien, we zijn er nog niet voor bezig of zo. Dat komt wat komt en als wij denken nu, ja, zien we dat wel zitten, dan doen we dat en dan komt dat. Of komt dat niet, dat weten we nog niet. Misschien zonder trucjes. Ja, dat is wel het feit. Met trucjes. Maar het is gewoon voor ons heel belangrijk dat er geen druk op ligt en dat we gewoon mooi kunnen terugkijken ook naar hoe ons kindje ooit verwekt was. Als dat op die manier kan, natuurlijk. Want er zijn natuurlijk vele gevallen waar dat niet meer kan. Of dat je in zo'n positie zit dat je echt, echt, echt een kind wilt op dat moment en het ook moet. En ja, ik denk dat wij gewoon allebei hebben dat het liever spontaan komt dan dat het gemaakt is. Ja. Daar valt het eigenlijk allemaal samen. Ja, inderdaad. Mochten we nu volgende maand ineens zwanger zijn of zo. Dat het zo spontaan er is, dan zouden we heel blij zijn. Maar ik let wel op. Ik neem niet meer de pil, dat heb ik al eens verteld. Maar ik doe wel natural cycles. Dus ik weet wel perfect mijn cyclus en wanneer ik ovuleer. En we letten wel nog op. Dus. Klopt. Voor jullie een verrassing, voor ons ook. Spannend! En als het ervan komt, dan gaan jullie natuurlijk een van de eerste zijn die het weten buiten onze familie en vrienden. Maar we gaan jullie natuurlijk wel meenemen in het proces en dat allemaal delen, hè? Yes. Dat mag ook eens lezen als je wil, hè? Oh, dat mag ik lezen hier. Accepteer dat vriend of vriendin porno kijkt. Veel? Vraagteken. Hoe staan jullie hier tegenover? Porno. Porn. Porn. Ja, dat is wel een goede vraag. Ja. Ik denk dat zo goed als wij allemaal wel eens porno hebben gekeken, zeker mannen, gok ik, vrouwen zijn er anders in. Ik denk dat wij wel kunnen zeggen dat we op een bepaalde leeftijd allebei wel eens porno hebben gekeken. Zeker als je een jonge man bent. Maar ja, dus ik vind het wel best oké als iemand porno kijkt. Ik zou er niks mee inzetten, zeker niet als we niet samenwonen en je kijkt apart de porno of zo, dan zou ik dat niet erg vinden. Ik denk dat de essentie van de vraag gaat over, volgens mij, over dat er misschien iets of wat problemen zijn binnen in de relatie doordat de vriend naar porno kijkt en misschien veel te felle verwachtingen heeft van zijn vriendin, dat die vriendin bijvoorbeeld niet kan waarmaken. Of ah, dat denk zo, je? Wat je dan misschien zo? Misschien dat er speciale
mensen zijn of waar dat een vriendin niet voor openstaat. Porno is not real life, hè, guys. Nee, nee. Porno maar ik weet is... dat het geval is, hè. Ik denk het maar. Hè. Ja, want porno kijken is vrij normaal. Accepteren dat je vriend of vriendin porno kijkt. Ja, als hij dat af en toe eens doet, zeker geen problemen mee. Je kunt dat ook. Plus, als dat niet ten koste gaat van je vriendin. Inderdaad, dat is ook wel heel belangrijk. Belangrijk, ja. Want als je porno. Stel nu, ik geef gewoon een voorbeeld. Hè. Ik ben 3 dagen voor mijn werk weg, of 4 of een week weg met mijn werk. En Niels is alleen thuis een week. En die kijkt s'avonds in zijn bed te porno om zichzelf te behelpen, dan heb ik daar totaal geen probleem mee. En andersom ook, denk ik. Hè? Maar natuurlijk, als dat extreem veel is, of veel, te veel, en jij daar echt wel ten koste aan gaat, dan zou ik dat niet oké vinden. Want uw vriend moet wel, of uw vriendin moet in eerste plaats wel oog hebben voor u natuurlijk, als je samen bent. En ook inderdaad geen te hoge verwachtingen hebben. Want porno, nogmaals, dat is niet echte seks. Dat is niet... Allee, in het echt is dat niet zo met dat je iemand gaat pijpen en half gaat stikken in zijn piemel en spuit overal. Dan geen seksuele voorlichting geven. Ja, nee, maar je weet wat ik bedoel. Gewoon, porno wordt vaak ook gewoon op de fantasieën van mensen ingespeeld. En dat is niet hoe het in het echt moet gaan of in je bed of waar je ook seks hebt, moet gaan. Dus dat is wel belangrijk. En als u dat stoort, dat hij echt te veel porno kijkt, dan zou ik het daar wel eens over hebben. Zij is die dingen van daarstraks eigenlijk op die vragen, dat is een beetje geven en nemen. Hè. Als hij dat fantastisch vindt voor porno te kijken, dan zou ik dat als vriendin wel toestaan. Als dat niet ten koste gaat van uzelf. Als dat ten koste gaat van uzelf, dan moet daarover gepraat worden en zeggen van ja, er moet een compromis gesloten worden tussen die twee dingen. Ja. Maar het is ook nog anders als je samen woont of niet, vind ik. Ja. Want als je nu samen woont en... Ik zit hier stijl beneden en jij zit boven porno aan het kijken. Dat zou ik niet oké vinden, want dan denk ik, hallo, ik ben hier, hè. Als het te veel is, want er zijn ook mensen met een pornoverslaving, hè. Als je zoiets hebt, dan zou ik er ook gewoon over praten. Te veel is gewoon te veel. Next question. Ben jij of Niels een jaloers type? Goh. Ja, ik wel. Ik kan wel jaloers zijn. Niet extreem, helemaal niet. Ik ben nooit extreem jaloers geweest. Maar ik ben wel gezond jaloers, ja. Als Niels nu morgen een berichtje op Instagram zou krijgen van een mooi meisje dat zegt, oh, je ziet er goed uit of zo, dan zou ik wel zoiets hebben van, wie is dat? Maar ja, ik check mijn gsm niet, dus dat kan ook gewoon gedelete worden of zo. Maar ja, gezond jaloers denk ik eerder. Ja. Een goede relatie, dat er altijd iets of wat jaloezie moet zijn. Want anders, in mijn ogen, als je niet jaloers bent, of allee, je moet niet extreem jaloers zijn, maar als er geen jaloezie is, volgens mij dan zit er iets niet juist of dan zie je die persoon ook niet graag. Want ik denk, jaloezie komt altijd vanzelf. Als je ziet van, bijvoorbeeld je bent op een feestje en er is in mijn geval dan een jongen, waarvan je zelf vindt van, dat is een knappe jongen. En die komt op mijn vriendin, of daar is ze dan afgestapt en die begint er tegen te praten. Dan zou ik... Heel jaloers en dan zou ik er direct tussen komen. Heel jaloers? Maar... Ja, dan zou ik jaloers zijn en dan zou ik er direct tussen komen. Maar wat gaat je dan doen? Zeg dat jij mijn vriendin bent. Ah, zo. Maar toch vriendelijk? Natuurlijk. Zoiets zou ik ook hebben staan. Nadat ik die bokspot heb gegeven, bij zijn lijk heb gepakt, dat ik alle buiten heb gegooid. Auw! Doe rustig. Zou ik die platte geven? Nee, dat is niet waar. Rustig, hè? Nee. Maar ik snap het wel. Als we op stap zouden zijn en een meisje komt de hele tijd tegen Niels praten, dan zou ik ook wel zoiets hebben van, zeg,
dat is wel een kleine vent, hè. En dan zou ik er gaan bijstaan en zou ik zeggen, hallo, ik ben Thalisa, ik ben de vriendin van Niels. En dan draai ik Niels binnen. Hallo. Nee, ja, dat wil ik wel hebben. Ik zou dan niet heel jaloers zijn, maar wel gezond jaloers, want dat is mijn lief. Oké, we gaan de laatste vragen doen, want anders wordt deze video gigantisch lang. Wat een moeilijke vraag. Lees maar. Ik zit in mijn tweede relatie met dezelfde persoon, maar struggle nog erg met trust. Ja, door de vorige keer in de relatie, dat stukje. Ah, hier, onze vorige relatie. Wat kan ik daaraan doen? Ja, ik vind vertrouwen wel heel belangrijk. Ja, sowieso. Maar daar hebben we het ook ergens over gehad. Dat je moet praten. En ook een beetje erover eerlijk over zijn waar dat mis is gelopen de eerste keer. Ik denk dat dat belangrijk is. Mm. Want gelijk dat jij zou doen, ik denk dat jij er niet mee zou kunnen leven de tweede keer. Stel dat dit trustgeval nu gaat over bedriegen. Ja, ja. Dat er de eerste keer in de relatie bedrog is geweest en dat jij toch als persoon die persoon hebt teruggenomen omdat je die zo graag ziet, dat zou niet gaan bij mij. Ik kan dat niet, ik zou dat te veel in mijn hoofd hebben. Ik zou dan zeggen van als er eens een ruzie of discussie is van ga maar terug naar die persoon waar je mij mee hebt bedrogen. Ik zou dat persoonlijk niet kunnen, maar er zijn natuurlijk mensen die dat wel kunnen. Mm-hmm. En als je dat wel kunt, dan zou ik ook zeggen van dat de persoon die in fout is geweest of je vertrouwen heeft beschadigd, dat die alles eraan moet doen om dat te laten zien dat je die kunt vertrouwen. Maar wat is alles eraan doen om te laten zien dat je die kunt vertrouwen? Ja, wel, ik was nu moeilijk, denk ik. Ja, ik was eigenlijk maar half aan het luisteren, omdat ik mijn eigen ervan aan het inbeelden was. Zo gaat dat, wij zeggen hier communicatie en luisteren, dat is belangrijk. Maar jij praat tegen de mensen, niet tegen mij. Dat ik niet had geluisterd naar wat Thalisa had gezegd, maar dat ik mij aan het inbeelden was, moest ik die persoon zijn met de trust issues, hè. Mm-hmm. Door al twee keer betrogen, weet ik veel. Nee, dus er staat niet dat er bedrog in het spel is, hè. Ja, maar er staat gewoon dat dat ze al tweede keer een relatie heeft met dezelfde persoon. Maar dat er nog altijd te weinig vertrouwen is. Geen vertrouwen is door de vorige keer in die relatie. Ja, maar dat is een moeilijke vraag, want je weet ten eerste al niet door wat was die het vertrouwen gekrenkt. Is dat liegen? Is dat berichtjes sturen naar iemand anders? Ja. Achter de rug? Is dat bedriegen? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Ja. Eigenlijk langs de ene kant moet je zien dat, er is altijd een reden waarom dat gebeurt. Maar ik ging echt net hetzelfde zeggen. En, maar dan denk ik ook, dan is er ergens iets mis in jullie relatie, dat kan gebeuren. Ja, inderdaad. En dan meestal, als dat de man is dat een vrouw bedriegt of liegt of whatever, dan krijgen ze spijt. Maar ik ben van de mening dat spijt te laat komt en dat je maar er moest iets aan gedaan hebben, zoals wij zeggen, erover praten, als ik niet gelukkig ben met Thalisa, om de een of welke andere reden, dan zouden wij er al over gepraat hebben. Mm-hmm. En dat hebben jullie dan blijkbaar niet gedaan. Maar wij kunnen goed praten. En dan zijn er inderdaad trust issues, wat dat moeilijk op te lossen valt. Maar dan is het gewoon het ding van zo open mogelijk te zijn en zoveel mogelijk te praten, denk ik. Ja, dat is waar. Gewoon laten zien aan elkaar dat je elkaar toch kunt vertrouwen. Maar ja, als dat vertrouwen ergens beschadigd is, dan weet ik niet als dat kan terugkomen. Dat is moeilijk, hè? Ik ben nogal een radicaal persoon en ik heb wel zoiets van als ik iemand niet kan vertrouwen, al is dat een vriendschap en die persoon rollt achter mijn rug of zo en dat vertrouwen is weg. Ik heb daar vaak iets tegen verteld of zo, wat persoonlijk is en dat wordt achter mijn rug geroddeld. Dat vertrouwen is weg.
En dan hoeft dat voor mij niet meer. Dan is het voor mij ook van, ik kan u niet vertrouwen en dan hoeft dat niet meer. Ja. En dat is ook in een relatie wel. Als je niet tegen mij hebt kunnen zeggen van, kijk, dit is er mis. Of ik heb een leugentje gebruikt bij dat of dit. Als je daar nog voor kunt uitkomen, vind ik dat oké. Maar niet als het al te laat is. Niet als je mij bedrogen hebt of weet ik veel wat. Dan, nee, dan is er geen vertrouwen meer. Het vertrouwen is weg. Zoals nu, ik vertrouw u voor 100%. Volle 100%. Ja, ik wil. Tot je mij het tegendeel bewijst. Voilà. En dan, als je mij het tegendeel bewijst, dan is het ook gewoon klaar. Ja. Zo ben ik. Ik ben een radicale, want voor mij is naast communicatie vertrouwen wel iets heel groot. Sowieso. Hoe kun je een relatie hebben zonder vertrouwen? Ja, ik ben er eigenlijk ook redelijk wit en zwart in, mm-hmm. en niet grijs. Nee, want maar als, ja, je dus, ja. als je thuis zit... Maar dat zijn wij, hè. Er zijn nog altijd mensen dat dat wel kunnen. Ja, zeker. Er zijn genoeg mensen die iemand kunnen terugnemen. Maar je moet ook denken, de relatie is de eerste keer stuk gelopen door iets. Waarom zou dat de tweede keer niet nog eens zijn? Ik zelf ben 2 keer in een relatie geweest met dezelfde persoon. Maar uiteindelijk, dat had nu niet echt iets met vertrouwen te maken. Maar uiteindelijk heb je wel zoiets van, de relatie is de eerste keer stuk gelopen om dit. Waarom zou dat nu anders zijn? En dat deeltje wat ik miste, was er nog altijd niet. Want ja, maar je kunt ook niet zomaar iemand veranderen. Ja. Je kunt wel werken aan dingen, maar iemand echt veranderen, ja, dat gaat niet. Allee, dat mag ook niet, want dat is er niet voor elkaar gemaakt. Hè. Als je een persoon volledig moet veranderen voor gelukkig bij te zijn, ja, dan kun je beter mee ophouden. Je moet elkaar wel een beetje nemen hoe je bent. Ah, ja. Maar de vertrouwenskwestie... Ja, ik snap dat je het daar heel moeilijk mee hebt, maar dan zou ik er echt nog eens over praten. En als jij iets hebt van... Ik wil dat je mij op die manier bewijst dat ik u kan vertrouwen. Zou ik dat doen? Maar het mag natuurlijk ook niet ongezond worden. Temptation. Doe mee aan Temptation Island. Dat kan grappig zijn. De ultieme nee. Ja, nee, maar er zijn ook mensen die zeggen van... Oh, kijk, je hebt me toen bedrogen. Ik neem je terug, maar ik wil nu elke dag je gsm checken. Ja. Dan zou ik voor mezelf dan als vrouw, stel je hebt mij bedrogen, ik neem je terug en ik moet elke dag je gsm checken, ik zou mezelf kwellen daarmee. Dat wil ik niet, waarom zou ik dat willen doen? Nee. Ja, ik zou er ook wel moe van worden en erbij met dat gsm checken. Pff, dat is zeker, hè? Want als jij weet dat je vrouw elke dag je gsm gaat checken, dan doe je dat weg. Hè? Wat ik bedoel. Maar, ja, maar dat is dan weer inderdaad... Het gaat er gewoon om het vertrouwen, je moet gewoon kunnen vertrouwen en ook misschien kunnen loslaten. Maar ja, dat is niet altijd even gemakkelijk. Ja. Ik ben gewoon van het feit, als je ene keer je vertrouwen echt geschonden is, maar echt geschonden is, dan is het klaar, komt dat nooit meer 100% goed. Mm-hmm. Dat is mijn ding. En nu wil ik niet zeggen van, hey, maak het gedaan met je vriend. Zeker. Nee, jullie moeten daar uitkomen. Maar persoonlijk, we zeggen hier onze persoonlijke mening, zou ik dat niet meer kunnen. Nee, kopje denk ik. Okay. Was trouwens een lekkere cocktail. Ja, hè? Ik heb nog, is u al op? Ik voel dat wel. Is dat een fles, hè? Zo voel ik dat niet, maar ik voel dat wel een beetje. Ja? Jij niet? Nee. Hè. Nee, beetje. Niet liegen, hè? Nee, ik voel helemaal niks. Weg. Oh. Oh, zotte. Oké, dit was onze eerste cocktail time talks met Thalisa en... En... Niels. Onze Niels. Onze Niels met nostalgie. Dan zeggen ze geel, hè. Onze Niels met nostalgie. Volgende keer gaan we naar geel en dan ga ik echt niet meer mijn accent aanpassen, hè. Ja, dan klap ik gelijk dat ik normaal klap altijd. Dan verstaat niemand dit. Dan verstaat iedereen mij. Hopelijk vonden jullie dit leuk. Het was een lange video, we know.
Maar dat is wel een beetje onze bedoeling van de cocktail. Our talks, dat we veel kunnen vertellen en onze mening kunnen delen met jullie. Hopelijk hadden jullie er iets aan. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie in de volgende Vlogmas, is het nog steeds. Dus in de volgende Vlogmas.